van bij Victor op de sofa. Johan, heel leuk dat je terug op de sofa wou komen zitten. We gaan het vandaag even hebben over de referentiearchitectuur die Victor heeft opgesteld. Want ik heb daar toch wat vragen over. Wat is dat juist? Hoe gaat dat juist in zijn werk? Ja, ook de referentiearchitectuur, zoals die binnen Vlaavicem geldt, onze Vlaamse virtuele gemeente, is ontstaan door in samenwerking met onze Nederlandse collega's te kijken naar hun gemeentelijke referentiearchitectuur, de GEMMA-architectuur. En daarin heb je referentiecomponenten. Wat zijn nou referentiecomponenten? Dat zijn eigenlijk niks anders dan een vertaling van al het werk wat wij gewoon in de lokale besturen doen. We doen financiën, we doen sociale diensten, we doen de uitkeringen, het leefloon, we doen eigenlijk subsidies verstrekken, we doen heel veel. En we hebben al die functies binnen het bestuur hebben we in kaart gebracht en hebben we zoveel mogelijk gebundeld in een referentiecomponent. Bijvoorbeeld een afspraak maken. Een afspraak maken komt maar één keer voor in de referentiearchitectuur, want dat doen we op vele diensten. Maar dat noemen we de referentiecomponent afspraak maken. En dat hebben we allemaal in kaart gebracht, zodat je als bestuur een overzicht hebt van welke functies er allemaal binnen jouw bestuur gedaan kunnen worden. Oké, dat is duidelijk, maar is dat dan één vaste kaart? Want ik kan mij voorstellen dat dat varieert, dat er soms dingen bijkomen, dingen niet meer gebruikt worden. Nee, dat is heel dynamisch. En om het dynamisch te houden, zoeken we eigenlijk heel veel besturen die helpen meedenken. Want wij komen veel bij besturen als Victor, maar de beste input komt natuurlijk van de besturen zelf. En als de besturen zelf zich aansluiten bij de werkgroep referentiearchitectuur, dan kunnen wij van hun de input krijgen van wat er nog kan verbeteren of kan veranderen in die architectuur. Oké, dat snap ik, dat snap ik. En heel die architectuur, want het is een heel uitgebreide kaart, moet dan elk bestuur, elke component kunnen gebruiken of van de kleinere besturen? Het is natuurlijk een referentiearchitectuur en dat betekent dat we een kaart hebben waar alles op staat, maar dat wil niet zeggen dat je alles doet binnen je bestuur. Dus je vult eigenlijk alleen maar in van wat gebruik ik. En eigenlijk krijg je zo voor jouw bestuur je eigen kaart, dus je eigen referentiearchitectuur. En je zegt nu net van, je vult in wat gebruik ik. Hoe of waar moet je dan invullen wat je gebruikt? Ja, je vult eigenlijk in de oplossingencatalogus. Daar gaan we een andere keer nog wel eens over spreken. Okay. Maar dat is een tool die wij op de Victor website hebben staan, waarin je eigenlijk bij elke component van de referentiearchitectuur kan vertellen welke oplossing jij daarvoor gebruikt. Oké. Dus als een oplossingscatalogus, dat is een ander verhaal. Dat is een iets ander verhaal, maar heeft natuurlijk heel veel met die architectuur te maken. Oké, dat is duidelijk. Ik heb alleszins onthouden dat we een hele mooie architectuur hebben staan waar de lokale besturen zich kunnen op baseren. En dat we een oproep richten aan lokale besturen om in de werkgroep te komen, zodat onze referentiearchitectuur altijd up-to-date kan blijven en altijd met de juiste input kan gevoed worden. Helemaal goed. Ja. Voilà, dankjewel voor uw aandacht en tot de volgende keer.